Het is stil op de Vliet in Rijswijk. Na het ongeluk met het pontje Kierenweer op 31 januari van dit jaar, waarbij twee mensen te water raakten, heeft de gemeente het uit de vaart gehaald. Dit totdat een paar onderzoeken zijn afgerond. Gisteren maakte de gemeente bekend dat het pontje waarschijnlijk niet terugkeert. Rijswijk moet flink bezuinigen en er is geen geld meer voor. Alleen als de gemeenteraad er budget voor vindt, komt de Kierenweer terug. Maar dat lijkt niet te gaan gebeuren, zegt CDA-fractievoorzitter Krijn de Graaf. Als er voldoende creativiteit wordt aangewend en als die wil aanwezig is bij de meerderheid van de raad, dan gaat het gebeuren. Maar gaat het lukken? Ik heb er een hard hoofd in. De bewoners vinden dat vreselijk. Zij missen het pontje nog iedere dag. Ja, absoluut. Ja, ik ging vanmorgen zwemmen en dan kom je bij de fabriek. Dan zetten ze de hele weg in één keer af om 8:30. Want er moet een of ander hele grote auto uit. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk. En dan zeggen ze, dan sta je. Geen pont. Die pont moet gewoon terug. Maar er zijn heel veel dingen aangedragen. Van het tarief verhogen, sponsoringen, scholen of bedrijven. Er wordt gewoon helemaal niets mee gedaan. Ze denken, nee, wij hebben geen geld. Basta, die pont moet eruit. Klaar.